De hele dag hebben we erop gewacht. De bijdrage van de heer Van der Staaij. Gaat de gang. Onder het toeziend oog van onze oud-collega, de heer Van der Vlies. Mevrouw de voorzitter, het einde van een lange vergadering komt in zicht. Het is vrijdagmiddag in de Trijvenzaal. En aan het eind van die vergadering doet de minister-president een opvallende aankondiging. Hij zegt: zullen we de volgende keer de ministerraad beginnen met een bijbelstudie? Iedereen verbouwereert natuurlijk. Wat krijgen we nou? Minister Plasterk zegt: dit wordt warempel echt paars met de Bijbel. Minister Blok vraagt zich af: is dat niet in strijd met de scheiding van kerk en staat? En minister Hennis huivert hardop: wat zal Pechtold hier niet van zeggen? Ik snap dat ik wat uit te leggen heb, zegt de minister-president. Maar zeg nou zelf, is het niet goed als er een beetje meer inspiratie in ons beleid komt? Wat meer passie, wat meer bezieling? Daar is toch niks mis mee? Minister Schultz valt hem verrassend bij. Als je ziet hoe soms ook in het Westen, ook jongeren, zomaar gegrepen kunnen worden voor de idealen van ISIS en zo, dan vraag ik me wel eens af, is er ook niet een tekort aan zingeving en aan spiritualiteit in onze samenleving? Mooi gesproken, Melanie, zegt de minister-president. Hoe je ook tegenover godsdienst staat, het zou gek zijn om de Bijbel te negeren. Die heeft tenslotte een enorme invloed gehad op onze geschiedenis en cultuur, zeg ik als historicus. Op kosten van de Staten-Generaal is de Bijbel ooit zelfs in het Nederlands vertaald. Dat waren nog eens tijden. Trouwens, tegenwoordig hoor je steeds meer Chinezen en Zuid-Amerikanen over de Bijbel. Als we niet oppassen, dan snappen wij straks niet meer waar zij het over hebben. Ja, maar hoe komt dat nu in het buitenland over? Zegt de vertegenwoordiger van de Rijksvoorlichtingsdienst. Kijk naar ISIS, kijk naar Boko Haram in Nigeria. Allerlei religieuze fanaten maken de wereld onveilig. Kun je dan niet beter zwijgen over alles wat naar godsdienst ruikt? Dat is natuurlijk onzin, reageert Rutte stellig. 1. Iedereen weet, ik kan echt alles uitleggen. Zelfs de gedoogconstructie met Wilders snapt dus in het buitenland uiteindelijk. 2. Omdat radicale moslims gruwelijke misdaden plegen, hoeven wij toch niet gelijk alles wat met godsdienst te maken heeft over één kam te scheren. Trouwens, het is ook niet eerlijk om het alleen aan godsdienst te koppelen. Want je ziet dat ook mensen als Hitler, Stalin, Mao volstrekt seculier waren, maar ook uitermate gewelddadig. Elke absolute overtuiging kan kennelijk een voedingsbodem opleveren voor geweld. Luister, het is uiteindelijk simpel. Alles wat van waarde is, over alles wordt ruzie gemaakt. Over brood bijvoorbeeld, of over olie. Maar daarom stoppen we toch ook niet met eten of met autorijden? Oké, zegt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Maar is het wel ooit eerder gebeurd in de Nederlandse geschiedenis dat tijdens een ministerraad uit de Bijbel werd gelezen? Weet ik niet. Zoeken we uit, zegt de minister-president. Genoeg gepraat. Laten we die bijbelstudie gewoon eens proberen, zegt de minister-president. Wie neemt er de volgende keer een bijbel mee? Dat regel ik wel, bast Ivo Opstelten. Eerder dit jaar heb ik een fraaie Rembrandt-bijbel cadeau gekregen op de SGP Jongerendag. Met mooie platen erin. En kunnen we gelijk tegen Pechtold zeggen dat het ons zeker ook om de fraaie schilderijen en etsen gaat. Daar kan hij als oud-veilingmeester niets tegen hebben. Feiten zijn gewoon feiten. Dat is glashelder, aldus minister Opstelten. En zo gebeurt het dat in de volgende ministerraad de Rembrandt-bijbel klaar ligt. Maar
Wat gaan we lezen? Vraagt Rutte. Dat verhaal over hard werken, je talenten gebruiken, oppert minister Kamp. Ja, zegt minister Asscher, misschien iets over de overheid als schild voor de zwakken. Minister Ploemen wint het pleit met een ander voorstel. Laten we lezen over de barmhartige Samaritaan. Je weet wel, dat verhaal over een beroofde man die half dood langs de weg ligt en uiteindelijk wordt hij door een vreemdeling verzorgd en geholpen. Zelfs de VVD kwam er een tijdje geleden bij een algemeen overleg over ontwikkelingssamenwerking met dit verhaal op de proppen. Iedereen knikt instemmend. Het wordt de barmhartige Samaritaan. En in de Trevenzaal klinkt even later, vanuit de Rembrandt-Bijbel, de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Lucas 10, vanaf vers 30. Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen, de kleren uitgetrokken, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem halfdood liggen. En bij geval kwam een zeker priester dezelfde weg af. En hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet. Als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des andere daags weggaande, langde hij 2 penningen uit, haalde 2 penningen tevoorschijn en gaf ze de waard en zei tot hem, draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Tot zover. Wat mij aanspreekt, reageert de minister van Volksgezondheid als eerste, is dat die Samaritaan gewoon aanpakte. Handen uit de mouwen, wonden verzorgen, slachtoffer onderdak geven en zorg dragen voor eerste hulp. Prima. Wat ik dan overigens weer niet zo verstandig vind, is dat die Samaritaan zegt, als het meer kost, dan betaal ik dat wel. Van die houding moeten we als overheid juist af. Dat is open einde financiering. Mee eens, zegt minister Kamp. Weet jullie trouwens wat Margaret Thatcher ooit zei over dit verhaal in een interview? Niemand zou zich de barmhartige Samaritaan herinneren als hij alleen goede bedoelingen had. Hij had ook geld. Ik wil maar zeggen, het geld moet wel eerst verdiend worden. Precies, knikt de minister-president. Die Samaritaan nam gewoon zijn verantwoordelijkheid. Kijk, dat is nou de participatiesamenleving waar we het al een jaar over hebben. Maar Jeroen, wat zit jij te peinzen? Nou, zegt de minister van Financiën, misschien een beetje een rare vraag, maar ik zat mij af te vragen wat er zou gebeuren als het Centraal Planbureau dit verhaal zou doorrekenen. Al die tijd dat die Samaritaan met zorgtaken bezig was, kon hij niet werken. Is het model wat wij gebruiken, waarbij zorg voor bijvoorbeeld je vader of je moeder of een ziek kind niet wordt meegerekend, eigenlijk niet wat kortzichtig? Goed punt, zegt de minister-president. Maar wel lastig, dat parkeren we even. Maar Lodewijk wil ook wat kwijt, zie ik, en Frans, en dan ronden we af. Minister Asscher, wat mij opvalt, is dat die Samaritaan uiteindelijk hulp biedt, terwijl Joden en Samaritanen in die tijd ongelooflijk vijandig tegenover elkaar stonden. En volgens mij is het heel belangrijk dat bevolkingsgroepen elkaar als naasten zien. Daar moeten we echt op blijven investeren. Helemaal mee eens, zegt minister Timmermans. Ik zei het pas nog in een overleg over mensenrechten. Hoe kan het toch dat mensen elkaar soms de ergste dingen aandoen? Mijn antwoord is, zegt minister Timmermans, door de ontmenselijking, de ander niet als medemens zien. Overigens, op de weg van Jeruzalem naar Jericho, waar dit verhaal zich afspeelt, is het nog steeds niet pluis.
Wacht even, zegt de minister-president. We kunnen niet alle wereldproblemen in één klap hier oplossen. Maar een flinke scheut barmhartige Samaritaan kunnen ze in het Midden-Oosten wel gebruiken. Dat is zeker waar. Dankjewel voor al jullie inbreng. Ik vond het fantastisch, aldus de premier. Dan gaan we nu naar agenda punt 2. Mevrouw de voorzitter, het zal u niet verbazen dat de SGP veel waardering heeft voor deze Bijbelstudie in de ministerraad. Overigens, ik begreep dat de minister-president liet uitzoeken of het ooit gebeurd is dat een ministerraad met Bijbellezing is geopend. Ik hoor daar graag ook zelf het antwoord op. Maar met alle waardering sta mij toe een kritische kanttekening te plaatsen. Ik vond de schriftlezing eerlijk gezegd iets wat mager. Want om het verhaal goed te plaatsen, moet je eigenlijk ook de verzen ervoor en erna lezen. En dan zie je dat Jezus dit verhaal vertelt als antwoord op een wetgeleerde. En die wetgeleerde brengt eerst prachtig onder woorden waar het op aankomt: God lief te hebben met je hele hart en je naaste als jezelf. Maar dan komt die wetgeleerde met de strikvraag. En hij zegt: wie is eigenlijk mijn naaste die ik moet liefhebben? En als antwoord op die vraag vertelt Jezus het verhaal over de barmhartige Samaritaan. En laat hij vervolgens de indringende oproep klinken: wees die barmhartige Samaritaan. Laat niemand aan zijn lot over. Word de naaste van wie je zorg nodig heeft. Mevrouw de voorzitter, als mij de vraag zou worden gesteld: wat is nou de politieke toepassing die je zou willen geven aan het kabinet, tegenover het kabinet wil geven aan deze geschiedenis, dan zou ik zeggen, misschien wat verrassend, maar juist omdat ik dan me afvraag wat deze geschiedenis voor politiek betekent, dan zou mijn eerste les zijn: pak de rovers aan die de weg onveilig maken. Investeer extra in defensie en veiligheid, de kerntaken van de overheid. Wie weerloze schapen wil beschermen, moet wolven verjagen. En daarom hebben wij met overtuiging gepleit en zullen wij blijven pleiten voor meer inzet voor veiligheid en defensie. Meer geld voor het Openbaar Ministerie, onder andere om jihadisten aan te pakken, om werk te maken van de bestrijding van de groeiende jodenhaat. Meer geld ook voor defensie om de slagkracht van ons leger te vergroten. We zijn blij daarvan ook wat terug te zien in de begroting. Een trendbreuk klonk het ook in de troonrede. Dat klinkt veelbelovend. Maar hoe gaan we dat in de komende tijd nu echt merken, vraag ik de minister-president. Inzet voor vrede en veiligheid stopt natuurlijk niet bij de landsgrenzen. En daarom ook de oproep aan het kabinet: steun ook andere landen in het voorkomen en beteugelen van geweld. Steun Israël tegenover Hamas en andere terroristen die de weg van Jeruzalem naar Jericho onveilig maken. Verdedig het recht van Israël om zich te beschermen tegen degene voor wie je mensenleven niet telt. Draag bij ook aan de bescherming van Joden en christenen en andere minderheden die het slachtoffer worden van de oorlogsgodsdienst van radicale moslims. Kijk alsjeblieft niet weg bij het verdrijven van christenen uit Irak, Syrië en uit zoveel andere landen. En dan les 2. U hoort mij niet zeggen: overheid, wees de barmhartige Samaritaan. Want voordat je het weet, is het anders een aanmoediging voor een reusachtige overheid met duizenden regeltjes. En daar knapt die halfdode man langs de kant van de weg niet van op. We moeten ook niet bij elke maatregel om de overheidsuitgaven te beteugelen zeggen: dat is onbarmhartig. Nee, als bijvoorbeeld de rollator niet meer door de staat wordt betaald, is dat niet barmhartig, maar redelijk. Ook al levert dat in kille staatjes koopkrachtverlies op. Waar de SGP zich wel sterk voor maakt, is dat mensen in de knel op steun kunnen rekenen. Chronisch zieken, kwetsbare ouderen met een smalle beurs. En onze oproep is ook richting kabinet: stel ook gemeenten in staat om hun taak als schild voor de zwakken waar te maken. Zorg dat het verdeelmodel voor de zorgtaak die bij de gemeente ligt ook eerlijk is. Steun de barmhartige Samaritaan, maar wees barmhartige Samaritaan is een appel op de burger. Tegen de overheid is onze boodschap eerst en vooral:
Steun de barmhartige Samaritaan. Kabinet, moedig mensen aan en steun mensen royaal om barmhartigheid te tonen. Barmhartigheid, dat is in de praktijk gebrachte liefde. Steun moeders en vaders, mantelzorgers, vrijwilligers. Dat is juist nu belangrijk, nu veel taken in de samenleving terug worden gelegd. En inderdaad, minister Dijsselbloem, onze economische modellen zijn soms wat kortzichtig. We verwachten in onze tijd weer meer van de zorg van mensen voor elkaar. Maar die waardering voor onbetaald werk zie je absoluut niet terug in de economische modellen. Ook niet in de hoofdlijnenbrief trouwens over een nieuw belastingstelsel. De SGP vraagt uitdrukkelijk aandacht voor de portemonnee van de alleenverdiener. Juist alleenverdienersgezinnen wordt vaak veel werk gemaakt van onbetaalde barmhartigheid. Het moet niet worden afgestraft, maar beloond. Iedereen is voor de mantelzorger. Maar hoe merkt de mantelzorger die waardering in zijn of haar portemonnee? Kort geleden kwam onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat mantelzorgers financieel klem zitten door het grote beroep dat op hen wordt gedaan. Wat is de reactie van het kabinet daarop? Het kabinet streeft op lange termijn naar een nieuw belastingstelsel. Prima. Maar hoe wordt voorkomen dat het op de lange baan wordt geschoven? Wat meer ambitie kan geen kwaad. Het is hard nodig om een eenvoudiger en eerlijker belastingstelsel te krijgen met lagere lasten op arbeid. Inderdaad, minister Kamp, het geld moet wel verdiend worden. Hoe gaat de ondernemer merken dat het kabinet hen een warm hart toedraagt? Heel goed dat het lage btw-tarief voor de bouwsector een half jaar wordt verlengd. Maar wordt het innovatiefonds zo ingericht dat de kleinere ondernemer er ook echt van kan profiteren? Mevrouw de voorzitter, barmhartigheid kijkt verder dan de eigen neus lang is. De wereld is vol nood en ellende. Je weet soms niet waar je beginnen en waar je eindigen moet. Ruimhartige noodhulp wereldwijd en fatsoenlijke opvang van vluchtelingen is eis van barmhartigheid. Elk mens is onze naaste. De SGP steunt van harte de flinke extra budget hiervoor. Onze oproep daarbij is, probeer niet alles via de overheid zelf te doen, maar geef vooral ook steun aan bestaande maatschappelijke organisaties die zich hier vooral inzetten en in het gebied goed bekend zijn. Wil het kabinet hier werk van maken? Mevrouw de voorzitter, die barmhartige Samaritaan die kwam in actie. Hij liep gevaar. Dat is een onveilig gebied. Maar hij liep niet weg. Hij keek niet weg. En ik zeg er gelijk bij, dat is overigens ook een zelfkritische boodschap. Juist ook voor godsdienstige mensen. En dus ook voor christenpolitici een pittige boodschap. De geestelijke, de priester en de leviet, die liepen voorbij. Met de grote boog om de gewonde man heen. En daarom vind ik ook zo'n debat wel mooi, al mag het soms best wat korter duren, maar om toch ook van andere partijen te leren, hey, welke nood vragen zij aandacht voor? Hebben wij altijd wel door wat er langs die kant van de weg zich afspeelt? Dat maakt het debat juist ook zinvol en waardevol. Maar mag ik vervolgens dan ook toch nog indringend vragen, wij hebben het idee dat er voor bepaalde noden wel eens erg weinig oog is. De nood van ongeboren kinderen bijvoorbeeld, die niet geboren mogen worden. Ik vind het treurig als het wel uitgebreid over 8 wilde zwijnen en Zwarte Piet gaat in dit land en niet over duizenden gevallen waarin financiële problemen redenen zijn voor abortus. Dan moet het toch mogelijk zijn om die financiële problemen aan te pakken in plaats van leven te beëindigen. Het wegkijken moet hier stoppen. Ik wil ook noemen de pijn van gebroken gezinnen. De gevolgen van ernstige relatieproblemen voor met name kinderen. Voor deze nood mogen we de ogen niet sluiten. En ik snap dat dit gevoelige onderwerpen zijn, maar ik wil toch heel graag deze punten noemen omdat wij zelf wel eens verbaasd zijn dat deze noden zo weinig aandacht krijgen. En daarom toch het appel eraan wil verbinden, zoals wij open willen staan voor andere noden waarvan je zegt, hebben jullie partijen er wel voldoende oog voor? Mag ik vragen juist ook deze noden indringend onder ogen te zien? Voorzitter, ik ga afsluiten met een persoonlijke noot. Weet u wat ik de mooiste woorden vind uit die geschiedenis van die barmhartige Samaritaan? Innerlijke ontferming. Die bewogenheid, die innerlijke ontferming, is eigenlijk de hefboom die die barmhartige Samaritaan in beweging zet. En wij hebben het eigenlijk keurig geregeld in ons wetboek,
dat het niet zomaar kan, weglopen aan een zwaar gewonde. Want het is gewoon een strafbaar feit volgens het wetboek van strafrecht. Maar als barmhartigheid het van de wet moet hebben, schiet het niet op. We kunnen ons hier de blaren op de tong praten over koopkrachtplaatjes en puntenwolken. En dat is prima. Maar het leven is meer dan koopkracht. Laten we dat ook niet vergeten. Laten we dat ook niet vergeten. Mensen die elkaar steunen, elkaar nabij zijn in vreugde en verdriet. Mensen die omkijken naar elkaar, die verder kijken dan het hier en nu. We zagen het deze zomer gelukkig ook. In de saamhorigheid na de afschuwelijke vliegramp. En ik sluit me heel graag aan bij de woorden van respect en waardering in de richting van het kabinet, die ook door andere collega's vandaag al zijn uitgesproken. Mooi om te zien hoe in al de triestheid toch zo'n dag van rouw ook vorm invulling kreeg. Barmhartigheid, elkaar nabij zijn. Het is allemaal niet zomaar te meten en te peilen. Het kon niet in grafiekjes en tabelletjes. Je hebt het er niet zo makkelijk over in allerlei debatten. Maar het is wel ongelooflijk belangrijk voor de kwaliteit van de samenleving. Voor het peil van onze beschaving. In landen als Iran, Pakistan, Irak worden christenen soms hevig vervolgd. Haat op de straten is daar aan de orde van de dag. In de troonrede klonk het gisteren. Laat die haat niet overwaaien naar onze straten. Inderdaad. Maar juist uit de ontmoetingen die ik met mensen uit die gebieden ook heb gehad, zou ik zeggen, laat de liefde die men soms daar in de praktijk weet te brengen, tegen de klippen op, laat die wel overwaaien en hier ook meer en meer wortels schieten. Want ik vind het indrukwekkend om te merken hoe pure haat soms beantwoord wordt met pure liefde. Het geheim van die mensen is dat ze zich ook gevoed weten door het woord van God, door de boodschap om zelfs vijanden lief te hebben. Zij weten van de innerlijke ontferming van Christus, zijn barmhartigheid, zijn liefde in hun hart. En daarom kunnen zij liefde geven, barmhartigheid in de praktijk brengen. Mevrouw de voorzitter, om die ontferming, om die barmhartigheid bidden wij elke week in onze fractievergadering voor het kabinet, voor het parlement, voor het land, voor de wereld. Gezegend het land dat rijk is aan barmhartigheid. Meneer Pechtold. Voorzitter, ik dank de heer Van der Staaij voor de keuze voor Rembrandt. Met de keuze voor Rembrandt snap ik weer waarom wij elkaar zo nu en dan vinden. De tijd dat de vrijzinnig liberalen in Amsterdam bestuurden, net als weer zoals zo lang onlangs, was Rembrandt daar de kunstenaar. Bekend geworden vanwege de nachtwacht. Een liederlijk gezelschap wat het nachtleven een beetje reguleerde, maar zelf ook een borrel lustte. Bekend van de anatomische les van dokter Tulp, eigenlijk een voorloper van de medisch-ethische vraagstukken. Bekend van het Joodse bruidje, eigenlijk een voorechtelijke zwangerschap, maar toch waren ze gelukkig. Maar mijn favoriet is minder bekend, het portret van Catharina Hoogzaad. We konden het kopen, we hebben het helaas niet gedaan onder het vorige kabinet. Maar dat was het schilderij van een vrouw die geen pendante man nodig had. Ze was gescheiden, ze was ondernemer, ze was een echte Amsterdammer. En dat de heer Van der Staaij en ik ons hier kunnen vinden in Rembrandt op dit late uur, dat doet me goed. Voorzitter, ik ben blij met de waarderende woorden van Rembrandt, maar ik had eerlijk gezegd gedacht dat de voorkeur van de heer Pechtold meer uitging naar het huishouden van Jan Steen. Dank u. Dank u wel, meneer Van der Staaij. Ik geef het woord aan mevrouw Thieme van de Partij voor de Dieren.